Yo mensen, welkom terug in deze nieuwe video. Mijn headset verhoog. Yo mensen, terug in deze nieuwe video. In deze nieuwe video spelen we weer terug Minecraft Survival. Hell yeah. En voordat ik deze video ga zeggen, ga ik zeggen dat wat ik heb gezegd en zo in mijn update video en al, dat de abonnees weer terug omhoog gaan en de views ook weer beter zijn. De views zijn nu ongeveer 10 minder, maar mijn video's hebben nu toch gemiddeld 20 views. En dat is toch veel beter als ervoor. Meer likes als ervoor, meer dislikes als ervoor. Ja, dat hoort er ook bij natuurlijk. Maar ik zal zeggen, er is heel veel veranderd in mijn Minecraft Survival wereld van het raad. Dus ja, ik had veel proberen op te nemen dat het jaar raad, maar het was weer al misgelopen. Wat ik nu wel moet zeggen, al deze kisten zitten vol, want dus we moeten niet binnenkort eens beginnen aan een kistroom. Dan ga ik alvast in de furnace gooien. Zo, ik ga laten zien wat er allemaal veranderd is. Dus ja, dit is onze basis dingen. Onze koeien die niet meer zo groot zijn de laatste tijd. Maar ik kan ze wel even laten bieden, want hier heb ik eerst een grote voorraad wiet liggen. Best handig, zo'n grote voorraad wiet. Ik heb nog altijd geen armor gemaakt. Ja, maakt niet uit mensen. Jongens, toch. Ik zit dat op normal. Oké. Okay. Even kijken dat ik op normal sta natuurlijk, want anders, ja. Yeah. Oké, dus breed jij. En dan jij. Oh, die heeft al blijkbaar al niemand anders. Kom maar, toch nog niemand anders. Nee, niemand. Aha, ja, nu heb ik niet eens twee weg. Dan wil ik nog één koe. Ah, ja, volgens mij één koe die heeft aangeboden. Goed zo. Dan volgens mij gewoon wiet aan die kleintjes geven. Ja, oké, okay, dat maakt niet uit. Een beetje wiet verspild, zo erg is dat ook weer niet, denk ik. Maar oké, okay, mensen. Dus dit is er veranderd. Ik heb de basis een mooie look gegeven binnenkort, binnenin. En dit wil ik zeker gaan veranderen, want dit is eigenlijk gewoon zo lelijk. Maar dat wordt voor binnenkort natuurlijk. En ik wil hier echt coole dingen gaan bouwen. Maar eerst gaan we eens kijken in de basis. Deze serie komt trouwens ook elke zondag online. Dus zondag vandaag, ja. Goed geraden van meneer. En we gaan hier bezig aan de enchanting room, zoals je ziet. En voor de rest is hier nog niet echt iets gebeurd. Ja, zoveel is er eigenlijk niet gebeurd. Ik denk, ja, dat is eens wat jullie hebben gemist, denk ik. Denk ik toch. Dus oké, okay, nou niet slapen. Zo, we waren lekker aan het dromen. Wow, mooie droom zeg. Wow, oké, okay, grappig. Oké, okay, wat ik deze episode ging doen, dat weet ik eigenlijk niet. Ik ben gewoon deze aflevering begonnen zonder iets te doen. Ja, dat maakt niet uit. Het is gewoon Wouter Logic. En er zitten drie random blokken in. Ik haal die er wel gewoon uit. Oké, okay, volgens mij. Wacht, ik had wel verandering gedaan. Kijk naar alles wat nog is zoals het zou moeten zijn. Dus 1, 2, 3. Oké. Okay. Nice. Dan is alles zoals het moet zijn. Dus ja, laten we dan hier gewoon even hier in de furnace gooien. Zo. Zo. Ik ga ook strak een beetje eten. En hier. En jij ook. En overal nog genoeg kool in. Oh, meer als genoeg. Oké. Okay. Nice. Oké. Okay. Dus wat ik van plan was. Ja, ik was eigenlijk van plan om verder de enchanting room te gaan bouwen. Maar dat gaat nu natuurlijk niet. Want koeien willen niet breeden. Dus ik dacht misschien, dat is wel leuk, om hier een waterlift te bouwen. Hier een waterlift. Eigenlijk is dat nu zo net in mijn eigen opgekomen. Ja, zoveel maakt dat niet uit. Dus eerst wat we dan moeten gaan doen is bomen omhakken. En ik ga het ook hebben over mensen die ietsje te veel Minecraft spelen. Ah ja, over de kanaal die te veel Minecraft spelen. Dus iedereen kent wel die van die kanaal niet alleen maar Minecraft uploaden. Als ik eerlijk mag zijn, ik heb een hekel aan. Want, ah ja, een hekel afvalt, ja, een hekel niet, maar het trekt mij niet aan om te abonneren, zeg maar. Hier trouwens een boom geplant. En dat zien jullie ook wel, denk ik. En misschien ook even nog wat van die blaadjes wegdoen. En ik zal zeggen, die kanalen die alleen maar Minecraft uploaden. Vroeger was ik ook wel, uploadde ik ook veel Minecraft. Maar
nu ben ik niet meer geïnteresseerd om veel Minecraft te uploaden. Ja, oké, het heeft wel veel views en zo, hè. Maar die bijvoorbeeld, ik zeg niet maar iets, die dus David Caves en zo, die blijven dan maar leuk vinden om zoveel Minecraft te uploaden. Terwijl is dat voor de views, of terwijl zijn ze gewoon verslaafd. Maar ik denk eigenlijk gewoon dat het voor de views is, want die kunnen dat toch niet leuk blijven vinden hoe oud zijn die, come on. Ik bedoel, dat je dat eens één keer in de week uploadt of zo, of twee of drie keer, maar toch geen fucking elke dag twee video's over Minecraft. Die zijn echt verslaafd. Ik vind het eigenlijk echt erg. Die zijn zo oud en die zijn verslaafd aan Minecraft. Game is sowieso niet goed. Dat zal ik nu sowieso voorop stellen, maar die gasten gaan er echt over. Ik zweer het, man. Even die Kasia Wood kan ik wel gebruiken. Die Die Red of wat dan ook niet. En de tuintje dat ik er heb aangelegd is eigenlijk zo lelijk. Ja, maakt niet uit. Dus, we gaan nu beginnen aan de waterlift. En hoe ik dat ga doen, ja, goeie vraag. Wat ik wel al als eerste wil doen, is die hier misschien een beetje mooier maken. En dat ik deze gang hier op... Oh, dat is serieus een grot. Ah, dat is wel tof. Zo tof dat ik het hier ga afsluiten. Zo. Nog één cobblestone blokje. Zo. Nice. Nou, verkeerd gezet. En ja, ik vind dat gewoon raar dat die dat zo lang en zo leuk vinden om Minecraft te blijven uploaden. Ik hou ook trouwens gelijk. Zo. En ja, die blijven dan maar leuk vinden en uploaden. En ja, Minecraft is echt een heel cool spel. Binnenkort komt er ook een nieuwe update. Ah ja, dat zegt Waldo toch? Of Waldorf, die heeft ondertussen zijn naam. Want zijn kanaal is zoveel veranderd. Jullie kennen die waarschijnlijk niet. Maakt niet uit. Het ook in de BLPC. Als je dat niet weet wat dat is, ja, jammer. Ik zei, dat vertel ik ooit wel eens een keer. Ja, hij heeft gezegd dat er binnenkort een update komt waarin je twee handen hebt. Dan kun je met één hand iets anders vasthouden. Dan kun je met één hand maaien, met andere hand, ik weet niet, monsters verslaan of zo. Ja, best handig natuurlijk. En ja, ik kijk echt wel uit naar die update, maar er zijn nog niet snapshots gekomen. Denk, dus ik denk wel dat dat nog redelijk lang gaat duren. Al ja, hij zegt ze toch, ik ben er niet 100% zeker van, maar ik denk het wel. Maar hoe dan ook, mensen, ik ga Minecraft één keer per week uploaden. Misschien af en toe er is even bijgooien. En ik heb overlaatst wel een nieuwe Minecraft verslaving, dat is wel wat minder. Ik kan nu wel af die grot zoeken. Wacht, ik kom hier ergens boven, dan moet die grot ergens daar zijn. Niet? Ja, toch? Huh? Waar is die grot dan? Dat vind ik raar. Huh? Huh? Wat? Mindfuck. Hey, wat mindfuck? Haha, grappig. Ja, het komt toch boven, dat is eng. Dan ga ik gewoon goed moeten zoeken. Deze trap gaat trouwens ook nog eens moeten afmaken. Eentje van de volgende episode. Dan hebben we toch een mooie basis dat we dan liggen hebben. Dus ja, oh, ik moet even wat eten. Ja, door allerlei spring natuurlijk. Ik ben nog niet zoveel dood. Ja, spring er maar in. Plassen. Hij wil gelijk twee bunnies, daar is eerst een bunny gebukt. En ja, ik denk ik hier gewoon een beetje goed gaan moeten kijken. Wacht, ik ga in die tunnel zo omlaag. Als ik gewoon zo loop, moet ik toch wel tegenkomen. Ja, dan is er no problem, denk ik. Nou, blijkbaar niet. Oké, dat is wel een beetje een fail. Daar staat wel een skelly. Ah, skelly en skelet. En vol. Ah, dat is hier. Oh ja, dat is cool. Dan kunnen we dat hier. Ja, wow. Krijg je ineens zotte ideeën voor een coole basis. Kijk, ja, dieven en top. Alsjeblieft. Zo lang geleden heb ik gewoon nog eens Minecraft Survival heb gespeeld. We hebben ook een redelijke boog hier. Dat is wel nice. Een redelijke arrow is gewoon puur van skeletties. Ja, mensen, mijn nieuwe woord skeletties. Wend er maar aan. Hier staat een breaking 1 op, die gaat langer mee. Redelijk lang ga ik nu niet zeggen. Ja, dit. Ah,
Je ook sowieso maar één blok mee. Ja, wauw. Oké, dus dan ga ik even dit hier allemaal. Of wacht. Ja, nee, dit mag blijven staan. Dit ga ik gewoon opvullen, denk ik. En dan heb je gewoon even een waterliftje naar boven. Ja, waarom niet? En dan kunnen we dat misschien nog helemaal verlengen. Tot. Hoe lang? Ik ben al 10 minuten aan het opnemen. Holy shit, ik heb amper iets gedaan. En dan kunnen we. Ja, oké, nice. Dan ga ik er zo aan beginnen, ja. En dan kunnen we misschien op het einde van de aflevering nog de koetjes laten doen. Niet te veel details, denken jullie nu. Of die denken dat niet. Of die denken net wel meer details. Oké. Denk gewoon aan stop. Ja, misschien beter. Maar niet met de aflevering, maar je weet wat ik bedoel. Dat is flauwe grap, mensen. Klaar. Oké. Dus hier komt onze waterlift aan. En voor de mensen die niet weten wat een waterlift is, ja, zal ik straks weten. Hè. Of eentje van de volgende episode, of volgende zondag, want dit komt elke zondag online. Oké. Okay. Ik vind het wel leuk om Minecraft Survival op te nemen, maar andere games zijn toch leuker. En voor de mensen, Portal had toch redelijk wat views. Ik heb ook die fanmeter, soort van walkthrough trailer, 3 likes en 0 dislikes. En eerste Portal walkthrough video heb ik helaas wel een dislike, maar ja, hè, dat hoort er nu bij. Leven is door. Ja, ik even. Zo. Nou, ik dit hier al opvullen. Dat wordt wel een hoop opvulwerk, soort van. Oké. Okay. Want we willen ook wel een mooie basiskin natuurlijk. Zo. Ik zal het nu zo kut gevonden hebben als ik er was afgevallen. Wauw. Oké. Dus dan moet ik vanaf hier alles beginnen opvullen. Dus misschien kunnen we deze episode het opvulwerk al doen. En misschien een kleine basis aanleggen. Zo. Dat klonk zelfs heel gay. Hoe was het, hoe ik nu aan het praten was? Ja. Misschien klink ik altijd gay, dat weet ik niet, maar. Misschien. Wauw. Ik ben zo dom soms. Ik even. Zo, wacht ze. Oké, dus dan moet alles opgevuld. Wacht. Kut, nu knalt niet. Zo. Dus dan moet alles opgevuld zijn vanaf hier. Oké, dus op deze lijn. Nee, dat kan niet. Want. Zo, 1. 2. Dan moet trouwens. Of, ah nee, wacht, ja, dat klopt, dat klopt. Oh, oké. Okay. Dan moet ik het van onder wel ergens even anders doen. Wacht, moet dat hier nu of niet? Ah, echt een mindfuck. What the fuck? Oké. We zien hier als af alle trapjes dat ik hier heb gemaakt. Eigenlijk moet er gewoon één rij niet opgevuld. Eigenlijk moet bijna alles opgevuld worden. Maar ik ga een 2 brede waterlift bouwen dan. Ja, eigenlijk moet bijna alles opgevuld worden. Dit hier ook. En als hij niet opgevuld moet worden, ja, jammer. Zo. Dan komen we zo wel naar boven. Nice! Gewoon even een grotje opvullen, ja, dat maakt niet uit. Met kobbel. Maakt niet uit, zeker. Dan gaan we nog één nachtje slapen en dan is de episode weer ook al bijna klaar. Amai, dat gaat snel. Dan gaan we het lelijke tuintje eindelijk eens wijden. Maar het helpt wel, dus. Dat is dan ook weer iets anders. Allee, een soort van. Oké, dan kunnen we ook eindelijk level 30 enchanten. En ik moet ook nog eens wat nieuw vlees gaan aanschaffen, want ik kan het niet lang volgen. Maar ja. Zo. Ik kan ook in de basis op gaan. Ah ja, slapen, maar hier gaat het ook. En dan ga ik hier even gelijk wat kobbel mee pakken. Zo, 2 stacks zal wel genoeg zijn. Dat is wel handig als je veel strip, maar je hebt veel kobbel. Roofshot. Ik moet echt nog veel gaan veranderen aan onze basis. Ik moet ook eens binnenkort stronghold gaan zoeken. Ook nog eens naar het nether gaan, hè. Wow, besef ik mij nu pas. Ja, dus. Dit. Deze laag moet opgevuld zijn. Dus hier. Wacht. Ik ga dit zo doen. En dan van. Ja, ik weet hoe ik het ga doen. Ja. Ja, jullie waarschijnlijk niet, want ik ben heel vaag nu, dat weet ik. Sorry daarvoor. Oprechte excuses. Dan doe ik het zo, en aan de zijkant. Zo, en in de back. Zo. Zo.
Zo, en dan komt hier allemaal water. Yep. En daar moet ik dan nog kobbel zetten. Het moet ook nog wel een beetje mooi zijn in de lift zelf. Dat is wel waar. Dat vind ik zelf ook. Oké, dan ga ik het even zo doen. En dan hebben we al een klein basisje. Soort van. Als je weet wat ik bedoel. Maar jullie weten dat wel, dus jullie zijn niet dom of zo. Mijn kijkers zijn slim, daar ben ik zeker van. Ah, niet allemaal, maar ik denk het wel. Oké. En dan is hier mooi. Ja, eigenlijk is het best lelijk. Ja. Er valt nu even niks aan te doen. En dan moeten we dit ook nog eens vervangen. Zo, door die steen. En dan ga ik hier een vloer plaatsen binnenkort. Ja, nu ziet het er allemaal best lelijk uit. Maar er komt wel een verandering in, hopelijk. ja, met de nadruk op hopelijk eigenlijk wel. Maar ja, dat zien we allemaal wel. Ja, ik vind er wel iets op. Maar oké. Daar is onze dingen. En dan kunnen we misschien binnenkort zo'n trapje naar beneden. Ja, lijkt me wel vet. Of hier zo'n dam bouwen. Of een rivier bouwen. Zo in connectie met dat. Wauw, ik heb al zoveel ideeën. Maar dat is wel veel bouwen natuurlijk. En dat is wel wat minder. Ik ga trouwens alleen zo. En ja, daar moet... Ah, wacht, op de zij moet ga ik geen blok plaatsen, want dat is niet nodig. Kijken dat ik wel juist zit. Ja, ik zit juist mooi. Dan moet ik hier wel uit geraken. Dan doe ik wel even zo. Zo. Even mijn eigen opvulling doorbreken. Ja, maakt niet uit. Maar ik zit juist, dus dat is awesome dan. Of ik vervang dat ooit wel nog eens. Ja, als ik dan ga beginnen. Dan ja, hier opvullen met kobbelen. En ja, sorry dat mijn commentaar hier zo slecht is, maar het is een beetje oefenen, weet je. Dus er nog bij wil zijn, dat weet ik eigenlijk niet, maar dat. Nieuw design of zo. Zo. En dan ga ik hier even. Nice. En dan. Oeh. En dan gaat deze lift best wel. Dus ja, ik ga alvast. Ik ga. Maar duurt weer allemaal heel lang. Dus jullie zien dat daar. Dus ik ga zo misschien een trapje naar beneden. Een episode doen. Dus vonden jullie deze video leuk? Was het een blaar? En abonneer je de volgende keer en de volgende keer meer. Tot dan. En hou bitch.